Ja, het echte vermaak moet uiteraard komen van de 22. En dan is dit normaal gesproken niet zo'n wedstrijd waarin het moet voor Emmen. Maar ze zullen wel het gevoel hebben, op basis van dat hele korte verleden wat ze hebben tegen PSV, dat het kan. Dat was in de thuiswedstrijden hier zo. Dat was eerder dit seizoen in Eindhoven. Bijna zo. En u ziet hier de opstelling nog even voorbij komen. Met dus Van Rijn als rechtsback. Bijl er niet bij. Maar als u het interview met Lukien heeft meegekregen, dan is de verwachting dat Bijl er wel bij is tegen Willem II. Vlak op het middenveld. Larsen weer een basis. Hij op de vleugel samen met Vrij. En bij PSV de meest opvallende basisspeler. Fijn voor de derde keer dit seizoen dat hij in de basis staat. Met de ploeg van normaal Roger Schmid, die natuurlijk wel opstelling heeft gemaakt, maar hier dus niet is. Max is weer beschikbaar. En voorin Zahavi en Malen. En zij dus ondersteund door Thomas en Fijn. En Romero scoorde nog. In de thuiswedstrijd, die is er natuurlijk al heel lang niet bij. Geen Gutsen, geen Madueke. Geen Gakpo en geen Ihatare vandaag voor PSV. Dat betekent dus dat hij ook heel wat minder te wisselen heeft. Dat zijn vier potentiële basisspelers eigenlijk voor die voorste vier plekken die PSV moet missen. En dat is uiteraard een groot gemis. Kan Emmen de eerste overwinning van het seizoen boeken? Dat zou een sensatie natuurlijk zijn tegen PSV. Maar met zoveel afwezigen zal Emmen het gevoel hebben, nou, wie weet. Max, de vlag blijft nog omlaag. En hij krijgt hem voor en daar is Zahavi. En uit de kluts gaat hij er niet in. Hij raakt hem natuurlijk totaal niet zoals hij wil. Maar bijna valt hij wel nog over Telgekamp omdat hij al op de grond ligt. Fijn, krijgt hem niet bij Dumfries. Oef, mooie beweging van Vrij. Maar daar zat deze tussen. Fijn. Slim, het overzicht bewaart. En de bal op Malen die bijna daar Telgekamp verrast. Dat was nog een listig schot. Het is een uitstekende openingsfase van PSV. Geconcentreerd. Thomas, Dumfries. Sangare. Boskakli gaat schieten. En Telgekamp duwt hem toch maar gewoon aan de zijkant. Dat is wel geen optie om hem te vangen. God, dat hij toch van vrij ver aan ziet komen. Dat hij niet eens perfect in de hoek laat. Vandaar misschien dat nu een korte variant wordt overwogen daar met Fijn. Wordt toch weer de rechterhand omhoog variant. Nee, toch kort in de poging daar om Emmen te verrassen. Fijn dus. Dat verrassen is op zich wel gelukt. Alleen was het dan weer niet de bedoeling dat ze Havi hem ook liet gaan. Overtreding op Dumfries. Dat was een slimme variant. Okay. Er twee overstapjes waren van PSV, waarbij er eigenlijk maar één gevraagd was. Hier dus de vrije trap voor Dumfries. Max. Dat is een hele goede bal en Zahavi kopt hem er niet in. Maar dat toch wel had gekund. Hij ligt in het doel en de bal niet. Dit had de 1-0 dan voor PSV moeten zijn. Met een hele goede vrije trap. Zahavi heeft trouwens ook wat last van zijn hand, lijkt het. Max goed. En dan op de lijn is daar de Leeuw. Ik denk dat de bal voor langs was gegaan. Maar ik snap ook alweer dat de Leeuw dat risico bepaald niet neemt. Rosario, Malen. Vrij. En via deze dan Dumfries. Nee, hij kiest eerst voor Zahavi. Dan ligt de ruimte om wel mee te geven aan Dumfries. Slim balletje van Zahavi, maar Telgekamp is op tijd. Dat is goed gezien om er tussendoor te tikken. Alleen net iets te hard. Net iets te dicht bij de keeper. Fijn. Max onder druk gezet. Vogo. Deze. Thomas raakt hem helemaal verkeerd. Peña daardoor, maar dan moet hij nog een keer terug. En dat kan niet, maar dan valt hij bijna nog voor Larsen. Ja. PSV, komen ze hier voor het eerst echt heel goed weg. Omdat ze tot twee keer toe bijna iemand van de Emmen in stelling brengen. Dan gaat Dumfries erbij zitten. Er is iets met de aanvoerder van PSV. Op een gegeven moment kan ook Dumfries een keer geblesseerd raken.
God, op PSV te hopen dat het meevalt. Al zo'n enorme waslijst aan afwezigen. Vooral in aanvallend opzicht. Maar nu is het verdedigend mis. Hoe is het echt met de rechtsback? Hij heeft wel aardig wat ruimte weer hoor. Goeiedag. Dat wordt wat laat gezien door Emmen. Voorzet daar. Zahavi. Dumfries met links. En dat scheelt niet eens zo heel veel. Alsof ze bij Emmen dachten. Oh, die is geblesseerd. Daar hoeven we niks meer aan te doen. En dan gooit. Vlak. Schot van Vlak gaat er bijna in. Ja, zo dichtbij is PSV eigenlijk nog niet geweest. Buitenkant van de paal. De eerste serieuze poging van Emmen is ook meteen een hele serieuze van Vlak. Een van de vele aanwinsten. Overgekomen van Volendam. Lekker uithaal. Weer de zes man van PSV in de 16. Het recept steeds hetzelfde. Nu leek daar bijna een kopkans voor Dumfries te komen. Aan de andere kant vraagt Peña. Wendje buitenspel. Vlag blijft voorlopig natuurlijk omlaag. Peña krijgt hem voor. Ik merk dat Emmen wel iets meer doet. Misschien heeft Lukien het ook wel gezegd. Jongens, gewoon doen, gewoon durven. Eigenlijk de eerste keer dat Emmen de aanval zocht. Echt serieus de aanval zocht. In de eerste helft. Dat was in de slotseconde. Maar toen zat die bal er wel bijna meteen in. Vrij is daar weer eens handig. Hoppakee. Dat zijn er twee. Ja, een hele handige voetballer. Ze kunnen hem hier voorlopig nog niet afstoppen. Paasje op Vlak. Zoeken ze de 1-2. Dat lukt niet. Bal komt dan bij Peña. Die schiet. En die schiet helemaal niet zo slecht. Waarbij ze claimen dat Mvogo omraakt. Maar dat wordt niet zo beoordeeld. En dus is het een doeltrap. Als hij de bal krijgt, is het meestal alleraardigst. Eerst is Dumfries gezien. Dan denkt Sangaré, prima, neem ik het wel over. En hoppakee. Hij is veel beter aan het voetballen. Dat zagen we eigenlijk al in die bekerwedstrijd. Vorig seizoen natuurlijk zo bepalend. Dit seizoen bijvoorbeeld nog geen doelpunt gemaakt. En dat is toch eigenlijk het probleem ook van Emmen tot nu toe. Dat te veel spelers het niveau niet halen wat ze al zo vaak hebben laten zien. Meegegeven aan Malen. Die krijgt hem niet goed voor het doel bij bijvoorbeeld Zahavi of Dumfries. Hij is telgekant. Weer zo'n moment dat PSV doorkomt in de 16. Maasje van Thomas komt niet aan. Deze naar Dumfries. Nu dan een goede voorzet. Daar is Malen telgekant met alles wat hij heeft. Dat is voldoende. Dit is het meest dreigende wat PSV in ieder geval na rust heeft laten zien. Goeie bal dit. Geen buitenspel voor Dumfries. Malen wijst ook. Daar moet de bal naartoe. Dan staat hij achter de bal. Is hij net iets te dicht bij Telgekamp. Die wel met alle risico uitkomt natuurlijk. Hè? Keeper met de benen vooruit. Dat zie je niet heel veel. Maar het is op de bal, dus het is net goed genoeg. Nou is Emmen weer met de Vos. Een slordig paasje waardoor Dumfries de bal heeft. Fijn. Malen nu buitenspel, dus dat kan niet. Aan de andere kant Zahavi. Dat kan wel. Hier heeft Thomas bij zich. Thomas. Goed gezien dit. Fijn. Hij dan met een beslissende actie. Nee. Ook PSV-fans willen hem meer zien, willen hem vaker zien. Vandaag nog niet het vertrouwen waargemaakt. Dumfries, fijn. Goeie paas dit. Voorzet komt niet aan bij Malen. In de omschakeling nu Emmen eruit met 3 tegen. Ja, het was net nog 2, maar dus heeft PSV wel weer wat meer terug. Op de bal, waarbij Peña wel last heeft, maar PSV door mag. Max. Het wordt goed verdedigd. Peña ligt nog. De bal moet over de zijlijn, zou je zeggen. Wat doet de Vos? Ja, die gaat gewoon door met de bal op Larsen. Peña staat weer. Larsen kan door. En Larsen schiet hem er niet in.
Ja, nou, bij PSV misschien ook mensen er wel op rekenen dat die bal over de zijlijn gaat. Maar ja, dat doet Emmen niet. Emmen gaat door en krijgt daardoor nog een behoorlijke kans ook. De Leeuw buitenspel, maar Laursen niet. En maakt Dumfries er net nog lastig genoeg. PSV heeft het weer moeilijk in Emmen. Dat hebben ze altijd als ze hier op bezoek gaan. 3 keer nu in de Eredivisie, 2 gelijke spelen. En met iets meer dan een kwartier te gaan in deze editie ook nog een gelijke stand. Daar komen de wissels. Guti, Eric Gutierrez en Mauro. Zij komen bij PSV. En dan ziet het Fijn en Thomas eruit. Het is een januari maand vol toppers. Die voor PSV nog niet heel succesvol zijn gelopen. Maar Emmen uit kan toch niet eentje om schade op te lopen, zou je zeggen. Maar goed, dat gebeurt bij deze stand natuurlijk wel. En Vogel heeft hem, ondanks wat miscommunicatie lijkt het met Baumgartel. Malen omdat Van Rijn verkeerd instapt. Moet dan afrekenen met Araujo. Malen, daar is Telgenkamp. Omdat hij niet genoeg in de hoek krijgt, maar wel een goede actie. Rosario. Op rechts niemand. En daar had hij de bal eigenlijk kwijt gewild. Nu dan Malen, die dat door had. Dat daar wat ruimte lag. Dit schot is niet goed. Schat deze bal beter in dan Van Rijn. Zoekt Araujo op. Vindt de ruimte om te schieten. Maar vindt niet de hoek. Zahavi. Malen. Aan de andere kant wordt gevraagd. Dumfries en Mauro zijn daar. Dumfries krijgt hem. Mauro zet voor. Daar is Zahavi. En hij valt erin. Mauro. Hij draait hem er in 1 keer in. Ik denk dat Zahavi hem niet aanraakt. En PSV leidt. In de fase waarin Emmen er meer en meer in zal zijn gaan geloven. Is daar dan toch de 0-1. Een scherpe voorzet. Net iets te scherp. Maar dus uiteindelijk precies goed. Omdat ook een voorzet een doelpunt kan worden. Mauro scoort. Het is een tweede van het seizoen. En het is het 11e doelpunt dit seizoen. Gemaakt door een invaller bij PSV in de Eredivisie. 11 keer al. De bank is een wapen. Dat mogen duidelijk zijn. Ja, dit zegt alles natuurlijk. Er zijn wel meer ploegen die thuis wat minder doen dan uit. Twente bijvoorbeeld. Maar dat is ook zo'n ploeg waarvan je weet dat de supporters altijd een goede steun zijn en een positieve invloed hebben. Hier is Malen. Malen komt in een lastige hoek. Doet Telgenkamp daar. Malen kan zelf niet meer. Mauro draait hem nu op Zahavi's hoofd en dan is het raak. En nu is het de voorzet van Mauro die aankomt bij Zahavi en is het 0-2. Dat wat bij de 0-1 al de bedoeling was, pakt bij de 0-2 precies zo uit. En het is de invaller die dus het verschil maakt. Malen krijgt de kans niet. Gaat dan niet iets geks doen. Bewaart de rust en laat het over aan Mauro. En deze draai vindt zijn doel zoals het bedoeld was. En Zahavi feilloos. Dat is een voorzet waar hij wat mee kan. Pijn bij Dumfries. En veel pijn ook. Is dit ernstig? Dit lijkt heel ernstig. En de reactie van Dumfries te zien. En dan is het van een avond daar waar voor PSV het einde zo goed lijkt. En iedereen heel blij de bus in kan stappen. Opeens eentje van grote zorgen. Want de aanvoerder is er nog niet eentje die gemist kan worden. En deze reactie. Zijn reactie. Is wat je het ergste doet vrezen. Spelers weten het vaak zelf het beste. Ja, en het kan meevallen. Laten we hopen dat het meevalt. Met dit soort dingen is het toch heel vaak vooral de speler zelf waar je dan kijkt naar de reactie. PSV wint. Moeizaam, maar dat is het goede nieuws. Het slechte nieuws zit in de extra tijd waar Denzel Dumfries geblesseerd raakt. Zijn reactie voorspelt weinig goeds. Hij loopt. Dat is iets. En dan is het voor PSV te hopen dat dat meevalt.